De situatie in São Luís Vroco, ja, no mooier, hè? Het kan niet door de beugel, het is verschrikkelijk. Dit zijn enkele reacties van brandweerlieden van de brandweerkazerne te Onverdacht in het district Para. Sinds vanmorgen is het personeel van deze kazerne in beraad vanwege de onaangename werksituatie. Joël Panka, secretaris van de bond, zegt het volgende hierover. Dit is een beeld van landelijk. Dat zich landelijk vertoont hoe het personeel en met name het repressief personeel, dus het personeel dat uitrukt naar ongevallen, wanneer delen van de gemeenschap in nood verkeren, moeten functioneren, bivakeren. En het kan niet meer door de buigen. Dus ze hebben weer extra aandacht gevraagd met de handeling om in beraad te gaan. En het moet ik gaan leven alsof ze willen staken. Toch? Maar het gaat meer om aandacht te vragen dat deze zaken op zeer korte termijn aangepakt worden. Dus dat was de reden van vanmorgen dat ze in beraad zijn gegaan. Panka zegt dat hij vanmorgen met een leidinggevende van het korps heeft onderhandeld over de situatie. Er is beloofd dat de situatie aangepakt zal worden. Vanwege lekkages komt er water in alle kamers van het gebouw. Ook is het drinkwater sterk vervuild. Ik moet ook aangeven dat ik ook contact heb kunnen maken met een van de leidinggevenden. En die heeft aangegeven dat er morgen actie ondernomen wordt. We hebben dat duidelijk gesteld. Toch, want het heeft me ook heel veel moeite gekost, als het ware, mijn collega's te bedelen om nog vandaag de dienstverlening in Para te garanderen door wanneer het daar is die dienstverlening te doen. Maar ze verwachten dat ze morgen zichtbare zaken zien. Dus vandaag hebben ze de ruimte gegeven dat de voorbereidingen worden gedaan en dat van de sanitaire situatie, zowel in de keuken en vooral bad, toiletruimte, dat het verleden kan gaan behoren. Panka benadrukt dat als er geen verandering in de situatie komt, er een landelijk signaal gegeven zal worden aan de autoriteiten. De kazerne te Biliton is niet de enige locatie waar de situatie zo gênant is. Het moet volgens Panka niet zo zijn dat ambtenaren moeten smeken om onder goede omstandigheden te werken.